En dat is dat had ik nou ook bij Google Wave. Dat noemde je net. Ja. En ik wil het eigenlijk weer terug. Want ik kom er nu pas achter wat voor waarde Google Wave had. Dat was zo'n soort van... Ja, hoe moet je dat samenvatten? Het was mail en het was chat en het was... wat nu Google Docs is, hè, documenten samen bewerken tegelijkertijd. Ja. En Google Hangout en dat allemaal in één unit. En waarom is dat dan goed? Nou, ik zie dat bijvoorbeeld... Ik begin de beperkingen van Twitter en van Facebook weer te zien. Ja. En dat zijn voornamelijk in de discussies. Ja. Er is geen goede manier om de dynamiek van een discussie... namelijk je eigen woorden inslikken en zeggen van... oh nee, dat bedoelde ik eigenlijk niet. En dat je nieuwe mening bijvoorbeeld bovenaan Twitter is komt. Absoluut niet geschikt voor discussies. Maar ja, Google Wave, wat ik daar had... Dat was echt weer zo'n op Microsoft en Adobe gestoelde software tool, namelijk. Huh? Was het flessen? Alles wat we kunnen verzinnen, doen we erin. Ja, nee, dat is wel waar. En ja, daardoor wordt het een klutter en daar is het niet meer... weet je eigenlijk helemaal niet zo goed wat je ermee kan. Nee. En ik kwam erachter toen ik samen met een aantal vrienden een script aan het schrijven was voor een video, ja, dat het echt rete handig is. Want als, okay, als je dus wil nieuwe ideeën op elkaar wil afvuren en dat wil bediscussiëren, ja, en dat het niet verloren gaat ook, dat je kan zeggen van, oh, wat was dat leuke idee ook weer? Even zoeken en dan weer omhoog brengen en nieuwe attachments eraan maken. Daar is het heel handig voor. Wie? GitHub. Heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Versiebeheersysteem. Ik zou het niet weten. Dat is versiebeheer. Maar met app.net kan je zoiets natuurlijk zelf maken. Ja, nou, de app.net zou misschien een goede kunnen zijn. Maar het mooie was ook dat het echt bijna real-time was. Okay. Dus zie je echt, terwijl jij een opmerking aan het typen bent, dan zie je gelijk daar weer een opmerking op. Want vaak zit je dan ook in dezelfde ruimte of bij elkaar ben je aan het Skype of wat ook met elkaar. Ja. Nou, dat was wel een grappige feature inderdaad. Maar het is open source in beperkte vorm. Dus misschien dat ik het nog eens ergens in de lucht gooi. Kijk, om te kijken of het nou eigenlijk wel zo goed was in mijn herinnering ervan. Het is trouwens druk. Ja. We zijn er, hè, bij... Bij de Wasstraat. Ja. Lang geleden. Jezus, dit is wat? 4 maanden geleden? Nee, 3 maanden. Echt waar? Zo lang? 3 maanden geleden, ja. Nou, het is dus 3 maanden geleden misschien dat ik... Misschien krijg je een handdoekje. Even kijken. Maar ik wou de gewone was. Was? Gewoon alleen wassen. Of gewoon heel wassen? Ja. Kijk, dat is de eerste tip van hoe je deze auto goedkoper kan krijgen. Mijn raam gaat niet meer open. Oh, kijk. En de reparatie daarvan, ik heb dat niet laten repareren, de reparatie daarvan is ongeveer €400. Oh, wauw. Yo, dankjewel. Dat vond ik te veel. Ja. Dus, als je kan rekenen... We kunnen het voor je maken. Dan... dan wordt het €400 duurder. Nou, het is meer van, je kan het €400 aftroggelen van de prijs die op het raam staat. Ah! Ja. Kijk. Ik vraag me af, die auto voor ons, die heeft het helemaal niet nodig. Die gaat er gewoon glimmend in. Ja. Maar kijk, dat water dat valt er gewoon af. Die komt echt net uit... Ja, precies. Er wordt gegesticuleerd hoe ver we kunnen. Ja. Vrij. Ja hoor. Ik nog onthouden van de vorige keer. Zo, nou in de Wasstraat. Dus in feedback. Feedback. Heb jij nog feedback gehad? Nee. Ik ook niet eigenlijk. Dus het is een beetje in het niet gevallen. De vorige uitzending. Nummer 24. Terwijl het wel heel erg interessant was. Ja. Maar daar zat ook veel herhaling in. Daar kwam ik wel achter.
eigenlijk als je Wasstraat 22 en 23 niet hebt gezien, hoef je eigenlijk over 24 te kijken. Oké. Okay. Nou ja, we herhalen sowieso wel veel, want we hebben een beetje onze... We hebben ons vaste zegje, geloof ik. Ja, we hebben een paar dingen die we belangrijk vinden. Ja, ja. Dat merkte ik ook voor de column die ik schrijf voor de Webdesigner Magazine. Het gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Ja. Het zijn gewoon dingen die mij bezighouden. Ja, en langzaam evolueren ze wel naar nieuwe dingen. Ja, dat is dan wel... Het groeit wel wat. Vooral ook eigenlijk door erover te praten en door erover te schrijven, ja, wordt het wel beter. Dus, ja, voor mij was er één ding wat nog op mijn lijstje stond. Dat is dat we het misschien de Wasstraat nog een keer in het laten zien aan mensen in een open ruimte. Oh ja, 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 dat vind ik ook wel een goeie. Leuk idee. Die was een idee van Marieke. Ja. En die... dat moeten we dan nog wel eens een keertje doen. Ja. Maar de voorwaarde was ook weer dat we het in januari zouden doen. Omdat iemand die naar Engeland ging verhuizen, die het zou dan nog meemaken, toch? Ja, maar dat is inmiddels verhuisd. Dat is Krijn Hoetman. Die is inmiddels verhuisd. Die woont in Brighton. Ah, oké. Okay. Maar komt hij af en toe nog langs? Hij komt af en toe naar Nederland, maar ik denk niet zo vaak. Ah, oké. Okay. Volgens mij gaat hij... Nee, hij woont gewoon... Hij woont in Brighton. Hij heeft geen huis hier meer. Ah, oké. Okay. Die is daar gelukkig aan het worden. Erg leuk stadje, hoor. Ja, moet ik er naartoe? Ja, was jij daar niet in de buurt geweest? Ik was daar laatst. Dat was een heel goed congres. En dat is tip nummer 2. Dat was een goed congres over responsive design. Dat was erg goed. Okay. Het ging helemaal... Alleen maar over responsive? Alleen maar over responsive design. Jezus. Over responsive webdesign. Dus niet eens algemeen responsive design. Webdesign. Okay. En dat was echt super interessant. Maar nog even ingaan op de... Want die wil ik straks ook nog even bespreken. Ja, daar ga ik straks wel even over praten. Stel je voor dat je denkt van... Nou, ik weet een leuke zaal of ruimte... waar zoiets als een Wasstraat viewing kan plaatsvinden. Dan horen we dat natuurlijk heel erg graag. Ja. Het liefst voor zo min mogelijk monetaire wisseling van units. Gratis bedoel je? Dat inderdaad, ja. Dankjewel. Zo. Nou, hij is weer dof. Ik kan weer naar buiten kijken, want er zat... Wat zat erop eigenlijk? De auto was laatst uitgeleend en toen wilde diegene een nieuw koelvloeistof erin stoppen. Maar die had koelvloeistof in de ruitenwissersproeier gestopt. Oh. En er zit blijkbaar... Nou ja, vieze spullen in. Kalk in of zo. Dus als het opdroogt, dan blijft een kalkaanslag op het raam. Jongens. Het zag er inderdaad uit alsof je door een modderpoel heen was gegaan. Ja. Dat is trouwens niet iets waar je korting mee krijgt, want dat is... Dat werkt, kost dat werkt prima. Ja. Nee, die andere, dat vertel ik aan het eind nog. Oké, okay, ja. Nee, niet aan het eind. Ergens halverwege. Precies, ja. Ja. Ergens bij een stoplicht. Ja. Of niet. Hé, worden we nou gepornished? Nee. Nee, die zwabber is de... Die hebben we altijd. Die hebben we niet meer. Die wop, wop, wop. Oh, ja, 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 inderdaad, ja. Die hebben we niet meer. En ze hebben het bord weggehaald. Een prachtige muur is weg. Ja, we hadden een mooi uitzicht op een leuke politieman die ons naar die kant leidt. Ik vertelde dat we die kant op moesten. Zo. Nou, er is zoveel veranderd. Hier gaat vast iets anders prachtigs neergezet worden. Ja, inderdaad, ja. Een stukje mooie stedenbouw. En kijk jongens, dit is echt geweldig. Ja, het is heel het tof. Op zondag is het een familieaangelegenheid. Ja, lekker met z'n allen auto's wassen. Hele rijen van vaders met kinderen. Ja. En met... Nou ja, wel schattig. Kindjes die hele grote stofzuigerslang. Ja. Zonder deed mist, echt waar. Het is heel erg leuk eigenlijk. Ja.
geven. Maar had je zelfs geen feedback gekregen op de... Op de kant B, die prachtige... Oh, ja, nee, daar wel. Ja. De wasmachine was een daverend succes. Okay, ja. Daar heb ik zelfs van familieleden feedback gekregen. Ja, die vond ik ook heel mooi. Zet jij hem er nog even op? Ja, ik zet hem hier even op de stoep. Schokbrekers doen het ook nog prima. Ja, joh, die motorisch is fantastisch. Het is mechanisch. Even kijken. Op. Tegenwoordig harder dichtgeklapt worden. Ja. Hallo, hallo. Oh, ik had de ster vergeten. Dat geeft niet. Die staat er weer een beetje treurig bij. Zo. Zo, gaan we even een stukje over de snelweg. Oh, gezellig. Maar Brighton, nee, responsive. Ja, responsive. En alleen maar responsive webdesign dus. Ja.